Charis is een moeder met 4 kinderen, maar ook apotheker. Zij is een nuchtere dame uit Hoogstraten die weet dat er heel wat problemen zijn, maar vooral dat die problemen enkel op Europees niveau kunnen opgelost worden. Als apotheker word ik zo aan een grens vaak geconfronteerd met beperkingen van de grenzen voor de gezondheidszorg. Ik denk dat we als Europa beter moeten kunnen en dat we over die grenzen heen moeten samenwerken, ook op het vlak van gezondheidszorg. Als een van mijn kinderen hier een ongeluk voor heeft, dan mag ik dus niet naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Nee, dan moet ik veel verder weggaan. Terwijl het veel makkelijker zou zijn voor mezelf en voor andere patiënten om hier net over de grens te gaan. Zulke zaken zou ik graag aanpakken binnen Europa. En daarvoor moeten we ook samenwerken zodat de grenzen vervagen. Want dat heeft totaal geen nut. Mensen die denken heel vaak in hokjes, dat is jammer, want zo gaan er wel mogelijkheden verloren. Wij zijn hier samen met vrienden van ons begonnen met Wijndomein Hoogstraten. We hebben samen een wijn gecreëerd. Zij zijn landbouwers, wij komen uit de gezondheidssector. En toch hebben we daar gebruik van gemaakt, ieder met zijn eigen vakkennis. Zo kunnen we ook binnen Europa gebruik maken van de opportuniteiten die het ene land of het andere land heeft om zo samen een sterker Europa te vormen. Europa heeft al heel veel verwezenlijkt. We mogen daar best trots op zijn. Het heeft ons welvaart en vrede gebracht. En we mogen daar zeker niet bij stoppen. We moeten verder gaan, ook naar de toekomst toe. En verder bouwen aan een stevig en sterk Europa.